Elektrisch autorijden is de toekomst als het aan de overheid ligt. Maar het enthousiasme bij de automobilist valt nogal tegen tot nu toe. Blijkt uit onderzoek van de ANWB. Er rijden nu nog maar 19.000 elektrische auto's in Nederland. En er zijn niet veel mensen die van plan zijn om er binnenkort één te kopen. In 2030, dat is al over 12 jaar, moet elke nieuwe auto een elektrische zijn. Dat is althans het doel van de overheid. Trendwatcher Vincent Evers denkt dat het gaat lukken, ondanks de cijfers van de ANWB. De komende paar jaar al komen veel merken met betaalbare elektrische auto's met verbeterde actieradius. Het is 3 keer zo goedkoop qua kilometer, heel weinig onderhoud en ze gaan 3 keer zo lang mee. En het is ook gewoon heerlijk hoe snel die accelereren en hoe stil ze zijn. Maar vooralsnog zien automobilisten dus vooral nadelen. Ik rijd per dag heel Nederland door. En dan heb je aan een elektrische auto niet zo gek veel. Over een paar jaar, als deze weer in kan ruilen, dan zullen we opnieuw kijken wat dan de elektrische auto's kosten en of het dan haalbaar is. Als elektrische auto's nog steeds met kolencentrales worden opgewekt om daar elektriciteit voor op te wekken, vind ik het nog steeds de grootste onzin die er bestaat. Autohandelaren herkennen de klachten, de relatief hoge prijs, de beperkte actieradius. Maar dat gaat snel veranderen, beloven ze hier. We krijgen in februari bijvoorbeeld een nieuw model. Die mogen we nu al aan de mensen aanbieden. Daar hebben we toch in Nederland al zo'n 1000 exemplaren van mogen verkopen. En dat zijn allemaal volledige elektrische auto's. Actieradius? Actieradius, een kleine 300 kilometer. En eind volgend jaar gaat er een auto komen die ook echt 500 kilometer elektrisch gaat rijden. Grootste uitdaging blijft de hoeveelheid laadpalen. Want 80% van de automobilisten heeft geen eigen parkeerplek of oprijlaan waar zo'n ding zou kunnen staan. En 90% van de gemeente heeft geen beleid op dit terrein. Hoe snel gaat dat veranderen? Ik denk in 2025 is het wel eens een beetje voorbij. Dan verwachten we dat de meerderheid van de nieuwe auto's volledig elektrisch is. En dan is het ook zo bekend bij de gemeentes. Dan is iedereen daarmee bezig en dan is het probleem opgelost. En tegen die tijd is wellicht ook nog een andere angst van automobilisten bezworen. Namelijk het tekort aan snellaadstations op weg naar het vakantieadres in het buitenland.